Gekke beat. Poffertjes, gekketjes. Booba Booldy! Tuurlijk! Dat wist ik. Tuurlijk. Dames en heren. Wat? Oh, ik snapte niet wat er gebeurde. Dames en heren, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Fortnite Muziekmappen. Hebben we er weer zin in? Zijn jullie al geabonneerd? Hey. Dat klinkt als een redelijke nee. Dames en heren, ik heb bijna 1 miljoen abonnees. Abonneer even. We staan weer in Fortnite Muziekmappen, de veelgevraagde serie die jullie nog steeds super leuk vinden om naar te kijken. Maar we staan hier in de nieuwe map en we gaan hier weer iets van 20 of 25 liedjes afspelen. En wij moeten raden wie de artiest is en wie het nummertje heeft ingezongen. Dat is hetzelfde. Wat de titel is en wie de artiest is. Dat is wat ik wilde zeggen. We gaan kijken of wij het eerste nummer kunnen gaan raden. Komt ie! Oh ja! Die blauwe dingen die speelden gewoon de hele tijd niet af. Zo. Ze liggen wel overal. Maar dit was... geen idee. Oh, dit is ook echt alleen de artiest. Ja, Agostino. Dat was schijnbaar goed. Komt-ie. Oh, nee. We moeten even terug. Dit is een nummer wat, zeg maar, wij Nederlanders misschien ietsjes anders horen dan de rest van de wereld. Dit is namelijk weer een Franse mapmaker. Maar de versie die wij kennen is natuurlijk dit. Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Ja, oh my god. Maar van wie de nummer is? Geen idee. Het is de allermooiste boot van allemaal. Nou, van Bass Hunter, van Daddy of Crazy Frog. Zou dat dan Bass Hunter zijn? Zou wel grappig zijn. Haha, nice. Oké, okay. Volgende, nummer 3. Oh, wat een enthousiasme. Oh! Na 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 na. Ja hoor, die kennen we wel. Veel te vaak gedraaid op de radio. La la la, we are one en Waka Waka. Natuurlijk Waka Waka van Shakira. Nou, we hebben hem goed. Nou, volgende, kom maar door. Ik ben benieuwd. Oh, Taki Taki of zo. Dit is dat Taki Taki nummer. Oh, dat is leuk. Die nummers zijn trouwens goed nagemaakt ook. Oh, ik moet alleen achter... DJ Snake. Oh, dat was goed. Dat wist ik. Tuurlijk, wist ik gewoon. Oké, volgende. Ja hoor, die kennen we. Is dat niet een solo? Ja wel. Dus I do it so. Yo. Yo, yo. Nou, hij ging... rechtstreeks Clean Bandit in dat ding, dus het zal wel Clean Bandit zijn. Wat is deze knop? Oh nee! Dan speelt hij hem opnieuw af. Wel een leuk nummertje, maar oké. Okay. Als ik naar de volgende ga, misschien is het nou weg. Dank je. Volgende! Oh, Niska Ninopluk. Ik denk Niska. Dat is niet van Niska. Dan is het van Nino. Dat is ook niet van Nino. Dan is het Pluk. Nou, goed zo, Pluk. Geen idee wie je bent. Geen idee.
Ja. Frans! Oké. Okay. Nu de folie, de salsa, de demon, de desmini... Ja, de demon. Nee, ik zat eigenlijk ook... Mijn eerste gedachte ging naar folie. Oké, dat is het ook niet. Dan is het le demon de menu! Weet ik veel. Volgende! Oh, gekke beat. Poffetjes, gekketjes. Booba Booldy! Tuurlijk! Dat was echt een wilde gok. Wat gebeurt er? Hey, wat? Het systeem van deze map werkt niet helemaal. Volgende! Klinkt wel goed? Klinkt leuk? Geen idee. Soprana, l'artiste! Corlina no, zei yo. Oh, dat was goed! Oh. Ik dacht, wat? Ik dacht dat het bijna ciao was. Nee! Stop met Franse dingen! De map begon zo goed! Ah, hij is fout. Het is natuurlijk van Verti. Nee, Mappel. Weet ik veel. Volgende. Nice! Alloren dance. Alloren dance. Lekker hoor. Stinkmap, heel leuk zo'n creatief systeem, maar het werkt niet. Volgende. Kijk hier. Buitenlandse vibes van. Maar ik heb geen idee wat nou is. Rasputin. Het is alsof ik het weet. Zo doe ik het ook altijd op toetsen. Maar bij toetsen gaat het wel meestal fout. Geen idee. Hé, Niska, daar is hij weer. Het is een... Ja, het werkt! Waarom heb ik het hier de hele tijd met gokken goed en op mijn toets haalde ik altijd onvoldoendes? Nou, kan gebeuren. Nou. De nummers zijn wel echt super goed nagemaakt, toch? Oh, dit is een ander stukje van het nummer dat ik in mijn gedacht had. Maar, Beat It van Michael Jackson. Wat? Oh, Billie Jeans. Oh, sorry. Knip het eruit. Sweet dreams. Lekker nummer, hoor. Ze zijn echt super goed nagemaakt. Komt ie. Oh. Dit is een oud nummer. Wow, die heb ik lang niet gehoord. Ja, lekker hoor. Sick shit. Het is... ik weet de artiest niet. Nee, geen idee. Florida? Met een whistle? Ja! Dit is een remix! Dit is een trap remix! Het is
Avicii. Maar het leek wel op een remix. Op een gekke trap remix. Stop met je stinksysteem. Het werkt niet. Volgende. Sofiane. Dat is toch een nummer van Boef. Ik denk PNL. Nee, ah, oh, mijn geluk is op. Oh, het is wel Sofiane. Verdomme. Oké, okay. Ik ken het nummer niet. Oh, nou. Dit is toch wel mijn favoriet. Waarom werkt die map niet? Volgende. Ik ken hem al meteen, steeds vanaf het begin eigenlijk. Als ik hem ken. This is awesome. This is awesome. This is awesome. Is het Drift Shop? Code createur, wauw. Wat een sell-out. Oh, dat was hem! Vertigo, GG! Oh, dit zijn andere mappen die hij nog heeft gemaakt. Oh, van Disney. Oh, daar moet ik niet aan beginnen, want die ken ik al helemaal niet. Ik heb genoten. Is er geen bonusmuziekje? Elke Fransman doet altijd nog ergens een bonusmuziekje aan koppelen. Nee? Oh. Nou, dames en heren, ik heb genoten van deze Fortnite muziekmappen. Ik vond hem erg leuk. Vond jij hem ook leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Ben je nieuw op dit kanaal? Dan vraag ik je even vriendelijk om te abonneren. Want dit zijn de leuke filmpjes die ik maak als je hier tot het einde bent gekomen. Dus abonneren zou ik enorm kunnen waarderen. Bijna 6 miljoen. En dan zou ik zeggen, laat een leuke reactie achter met wat je in de volgende aflevering wil zien van nummer. En dan zie ik jou in de volgende video. En die zal weer morgen om 6 uur. Ciao!